Peter! Dus je bent het echt? Ja, dat hebt u goed geraden. Hoe kom je... Wat kom je hier doen? Ik bedoel, zo opeens. Nou, ik hoorde dat Guusje... Ik moet met je spreken. Zullen we zo meteen even wat gaan drinken? Nou, ik wilde net weggaan. Ik heb een afspraak. Maar kun je daarna niet bij mij langskomen? Ik moet echt met je praten. Is het dringend? Ik heb niet zoveel tijd. Het is heel belangrijk. Goed. Ik weet alleen niet precies hoe laat ik het kan zijn. Oh, dat geeft niks. Ik ben de hele middag thuis. Oké, dan zie ik u later wel. Zeg maar dat ik er zo aankom, oké? Nou, zo te zien kun je wel wat hulp gebruiken. Ik heb genoeg personeel en als ik iemand nodig heb, dan zoek ik hem zelf wel uit. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar kijk... Ik meen het. Als jullie Harmsen willen afschuiven, dan moeten jullie maar iets beters verzinnen. Nou, afschuiven. Ik weet zeker dat je geen last van hem zult hebben. Waarschijnlijk zit hij de hele dag aan de bar koffie te drinken. Nou, vergeet het maar. Hij staat weer te springen om te beginnen. Nou, weet je wat? Dan neem ik gewoon een weekje op proef om het uit te proberen. Ik heb hem al een keertje op proef gehad. Toen jullie hem hadden ontslagen en dat is mij niet goed bevallen. Die man die bemoeide zich overal mee. Ja, nou, ik geef toe, hij kan zo nu en dan een beetje eigenwijs zijn. Hij jaagt gewoon letterlijk mijn klanten weg. Om hun kleding of omdat ze te vroeg een biertje drinken. Die man is echt een regelrechte ramp. Nou, Anita, dat is een beetje kras uitgedrukt. Op zijn manier doet hij heus zijn best wel, maar ja... Oh ja? Waarom hebben jullie hem dan ontslagen? Ja, ik vind het ook zielig voor hem. Maar ik pas ervoor om jullie fouten op te vangen. Op die manier is er voor mij ook geen lol meer aan. Ik kap ermee, hoor. Oké. Als je er zo over denkt... Hey, ik kan me je bezwaar ook wel een beetje voorstellen. Als je in je eentje tegen Harmsen op moet boksen... Ja, fijn om te horen. Maar ga je er ook nog wat aan doen? Ja. Wat zal ik zeggen? Dat Hotel Dendermonde binnen een maand failliet is als Harmsen hier komt? Ja, maak er maar een lolletje van, maar het zal niet veel schelen, ben ik bang. Ik zal er met Jeff en Robert over praten. Ik kijk wat ik kan doen. Ten slotte zijn zij er ook niet bij gebaat als jij erop stapt. Wat is dit? Zo te zien die fax van de advocaat? Ja, ik kon zelf ook wel lezen. Ik dacht dat jij een afspraak met haar zou maken, zodat ze kon uitzoeken hoe ik van die aandelen afkom. Ik heb het probleem aan de telefoon uitgelegd, omdat er haast bij was. En nu blijkt dat ze geen oplossing ziet. Dat staat er toch in? Heb jij gezegd dat ik, laat ik zeggen, op een niet gebruikelijke manier aan ben gekomen? Mocht dat dan niet? Nou, ik heb liever niet dat je dat door de telefoon doet. Ja, het kwaad is nu toch al geschied. Dus u ziet verder geen uitweg? Nee, jammer genoeg niet, omdat er niks te bewijzen valt. Nou, ik kan er geen bonnetjes laten zien. Maar bedankt, Hanie, dat was het. Betekent dit nu dat je in de problemen komt? Nou, maak jij je maar geen zorgen. Een toegewijde secretaresse als jij hoeft niet om werk verlegen te zitten. Hallo. Ik was al bang dat je niet meer zou komen. Ach, waarom zou ik niet komen? U had me toch al gezien. Is helemaal veranderd? Ja. Ga zitten. Wil je koffie? Nee, dank. Ik kan geen koffie meer zien. Hoe lang ben je al hier? Waar heb je al die tijd gezeten? Ik woon tegenwoordig in Italië. Ik ben daar bedrijfsleider van een restaurant. Oh, wat leuk. Ja. Net als in het restaurant dat wij hier hadden. Ja. Maar ik wil niet altijd bedrijfsleider blijven. Op den duur wil ik voor mezelf beginnen. Ja. Mark gaat me daar misschien bij helpen. Mark wist waar jij was? Maar waarom heeft hij me dat dan niet verteld? Omdat ik hem had gevraagd om zijn mond te houden. Ik wist helemaal niet waar je was en hoe het met je ging. Waarom heb je nooit meer iets van je laten horen? Ik had niks meer te zeggen. Maar je bent toch teruggekomen? Ja. Omdat ik van Mark hoorde dat Guusje ziek was. Ik wilde hem even zien, dat is alles. Dat is alles? Het is wel jouw kind wat daar in het ziekenhuis ligt. Het kind van Suzanne en jou. Het is toch vooral Suzanne, dat kind? Hm? Trouwens, als het al die tijd zonder mij heeft gered, zal ze me nou ook niet nodig hebben. Je denkt er wel makkelijk over. Echt, Peter, je kunt je niet aan je verantwoordelijkheid onttrekken. Je begrijpt toch wel dat je niet zomaar weer vandoor kunt gaan? Dat maak ik zelf wel uit. En trouwens, wat gaat u dat aan? U heeft helemaal niks met Guusje te maken.
Dat Guusje in het ziekenhuis ligt, dat gaat iedereen aan. En ik vind dat Suzanne moet weten dat jij er bent. Als u dat maar uit uw hoofd laat. Suzanne schiet er helemaal niks mee op als ze mij ziet. Nou, of ze jou wil zien, dat moet ze zelf beslissen. Maar ik vind dat ze moet weten dat jij Guusje bezoekt. Begrijpt u nou waarom ik hier weg ben gegaan? Om dit soort gelul te ontlopen. U zit altijd voor anderen te beslissen. Doe beter, je kunt niet weggaan. Niet weer! Oh nee, waarom niet? Er is hier toch helemaal niks veranderd? Dat eeuwige gezeur over verantwoordelijkheden? Laat één ding duidelijk zijn. Als u het Suzanne vertelt, dan is er maar één verantwoordelijk voor de gevolgen en dat bent u! Had ik jou eigenlijk al verteld hoeveel ik ben opgeknapt van ons gesprek van laatst? Ja, dat mag je nog wel een keertje doen. Een psycholoog heeft ook wel eens een complimentje nodig. Ah, je bent toch niet op je werk? Zeg, zullen we er nog eentje nemen? Nou, als jij ook niet naar je werk hoeft. Mag ik nog een keer hetzelfde? Ja, goed. Ja, naar mijn werk. Ja, eerlijk gezegd, mijn werk kan me langzamerhand gestolen worden. Ik zit er hard over te denken om ermee te stoppen. Echt waar? Ja, na ons gesprek van laatst realiseerde ik me dat ik eigenlijk al een hele tijd helemaal geen lol meer heb in mijn werk. En dat komt door die toestand met Marieke. Je bent er zo wel uit geweest. Ja, ik weet het niet hoor. Weet je, na de dood van Simon was het wel een welkome afleiding. Maar nu, ik moet me echt naar kantoor slepen. Wat wil je dan gaan doen? Weer die journalistiek? Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dat weet ik nog niet. Ik weet alleen dat de reclame me steeds meer gaat tegenstaan. Het is zo oppervlakkig allemaal. Maar ik dacht dat de werkje bij jullie juist zo goed was. Ja, dat is ook zo. Maar bijna al mijn vrienden werken bij AANF. Dat is af en toe zo benauwend. Ik vind het heerlijk dat ik weer eens met iemand anders kan praten. Zo, nog steeds geen auto. Peter. Ja, ik ben bang voor wel, ja. Hey. Wat kom je hier doen, jongen? Waarom heb je me even gebeld? Ja, dat kon niet. Ik ben hier eigenlijk geen eens. Dat is allemaal voor onzin. Ja. Wat zie je eruit, man? Ja, dat leg ik nog wel een andere keer uit. Goed, hè? Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Met jou? Goed. Hey, wat goed om je te zien, jongen. Ik heb zo wat te vertellen, kom op. Ja, wacht even. Is er verder iemand thuis? Ja, mijn moeder. Die ligt in bed. Die komt niet beneden of zo. Nou, vooruit. Maar ik blijf maar heel even, want het is niet de bedoeling dat iedereen weet dat ik hier ben. Ik steeds niet thuis gezaakt is bezig. Helen, wat is er met jou gebeurd? Het lijkt wel of je een spook hebt gezien. Dat scheelt niet veel. Ik weet niet of ik er goed aan doe, maar ik vind dat ik je moet waarschuwen. Wat is er dan? Ga even rustig zitten. Peter is hier. Dat kan niet. Toch is het zo. Weet je het zeker? Is het niet iemand die heel veel op hem lijkt? Ik heb hem gesproken. Oh, mijn god. Oh, dit kan er ook nog wel bij. Wat moet hij hier? Weet hij het al van Guusje? Ja. Ik kwam hem in het ziekenhuis tegen. Hij is speciaal voor Guusje hier gekomen. Ik wil hem niet zien. Ik wil hem nooit meer zien. Er is gewoon te veel gebeurd. Ja, ik vond Amerika fantastisch. Het was zo goed daar, jongen. Een sfeer. Ja. Maar ja, ik heb het dus niet af kunnen maken. Ik kreeg zeker heimwee. Nee, niet eens. Nou ja, het ging hier niet zo goed met Roos. Daarom ben ik teruggekomen. Oh, wat was er dan met haar? Nou, dat vertel ik nog wel eens. Een lang verhaal. Ons eerste biertje. Ja. Proost. Vertel eens... Hoe wist je dat van Guus? Van Mark. Die woont ook in Toscane. Moet je nagaan. Ik had mijn eigen kind nog nooit gezien. Ja. Zo'n prachtige jochie. Zelfs met dat verband. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Daarom had je Helmik natuurlijk niet zien aankomen. Sok me dood, man. Uitgerekend zij. Ik bedoel... Jou had ik natuurlijk toch wel opgezocht. Jij kan je mond houden, maar... Helmik? Het was dus weer als vanouds. Ja. Was ik al bang voor, maar... Er is iets met dat mens waardoor mijn haren altijd
recht overeind gaan staan. Je bent niet de enige. Nee? Vertel. Nou, ik was nog maar net terug uit Amerika en ik had echt problemen met haar. Dus ik begon meteen de les te lezen. Hmm. Alleen omdat ik iets had gezegd over Stan en Linda. Stan. Stan, Peter. Stan. Ken je die niet? Nee. God, dan ben je echt lang weg geweest. Ja, blijkbaar wel, ja. Hey. Toch is er niks veranderd. Maar ja, misschien ligt het wel aan mij. Je blijft wel even. Oké. Okay. Cheerio. Er is nog een paar keer voor je gebeld. Ik geloof dat het nogal dringend was. Wie was dat dan? Oh, iemand van het modellenbureau. Het nummer staat op het briefje. Wat heb je gezegd? Dat ik niet wist wanneer je terugkwam en dat ze maar moest blijven proberen. Misschien kan je haar nu even terugbellen. Ja, dat doe ik niet hoor. Waarom niet? Omdat ik daar geen zin in heb. En als ze nog een keer bellen, dan zeg je maar dat ik ziek ben of zo. Smaakt het niet? Peter is bij Guusje geweest. Hij heeft hem gezien. Dat meen je niet? Ja, Mark heeft het hem verteld. Die twee schijnen al die tijd contact gehouden te hebben. Peter woont ook in Italië. Goh. Dat heeft Mark me nooit verteld. Waarom doet hij nou zoiets juist nu? Ja, lieve schat, dat lijkt me nogal duidelijk, hè? Het is ook zijn kind. Ach, kom nou toch, Arthur. Peter heeft zich nooit iets van Guusje aangetrokken. Als iemand zich de vader van Guusje mag noemen, dan ben jij dat. Nee, dat is lief van je, hoor. Maar ik kan me best voorstellen dat Peter zich zorgen maakt. Ach, laat me niet lachen. Peter heeft Guusje nu pas voor het eerst gezien. Hij wil mij alleen maar met een schuldgevoel opzadelen. Mm-hmm. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij zich jou schuldig voelt. Daarom is hij ook natuurlijk teruggekomen. Ik kan me niet schelen waarom hij teruggekomen is. Ik wil hem niet zien. Nee, dat kan je niet menen. Dat meen ik wel. Weet je wel dat Peter mij geslagen heeft toen ik zwanger was van Guusje? Lieve schat, dat had hij natuurlijk nooit mogen doen. En ik begrijp ook heel goed dat je hem dat ontzettend kwalijk neemt. Maar ik weet zeker dat Peter er spijt van heeft. Geef hem de kans om het goed te maken. Goed te maken? Peter heeft mij laten barsten, hij heeft Guusje laten barsten. En nou moet ik ineens gezellig met hem gaan zitten bijbabbelen. Nee, Suzanne, dat maak jij ervan. Ik vind gewoon dat je zijn bestaan niet kunt ontkennen. Jullie hebben nu eenmaal samen een kind. En jij dan? Stel jij zomaar toe dat Peter zich in ons leven dringt? Ja, zo zie ik dat helemaal niet. Suzanne, ik heb altijd al geweten dat Peter de vader was van Guusje. En dat hij ook vroeg of laat terug zou komen. Maar dat wilde je toch altijd? De kans om tegen Peter te zeggen dat jij zijn moeder bent? Dat dacht ik, ja. Maar ik heb me vergist. Oh, nou, vorige week zei je nog heel iets anders. Ja, dat weet ik ook wel. Maar nu ik hem gesproken heb... Ik denk niet dat hij het wil weten. Hij haat me. Ik had het helemaal verdrongen, maar hij haat me. Ach nee, Helen, daar geloof ik niks van. Ja, en zelfs als dat zo is, dan nog moet je het vertellen. Jij hebt niks te verliezen. Echt, als Peter weet dat jij zijn moeder bent, dan kan jullie verstandhouding er alleen maar beter op worden. Ach, vergeet het maar. Dan zal hij me ook nog verwijten dat ik hem vroeger aan zijn lot heb overgelaten. Ach, dat kan toch niet. Vroeger wist jij het niet. En toen jij het hoorde, was Peter verdwenen. Je hebt nou de kans om die schade te herstellen. En bovendien zat jij niet omhoog met die erfenis voor Peter. Oh, dat is waar ook. Het komt er ook nog bij. Helen ziet dat nog niet als een probleem. Eerder als een flinke pleister op de wonden. Waarschijnlijk wil hij dat geld niet eens aannemen. Ja, maar het is toch voor hem. En voor niemand anders, dacht ik. Helen, ik probeer het zo helder mogelijk voor te stellen. Ik wil voorkomen dat jij deze kans laat schieten. Je hebt me zo lang naartoe geleefd. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ja. Hallo. Hey, hallo. Kom je doen? We staan hier al niet. Jawel, maar er is iemand op bezoek. Oh. En trouwens, ik heb iets voor jou. Om jou te geven. Oh, wat dan? Nou, je moet niet met je reclameoog naar kijken, want het is niet zo mooi vormgegeven. Maar het lijkt me wel iets voor jou. Aan de slag in de hulpverlening. Wat is dit? Nou, je was toch zo ontevreden over de manier waarop Marieke is opgevangen? Ja, wilt u niet zeggen dat ik het zelf beter kan? Nou, ik heb er gevoel voor. Je bent geïnteresseerd in mensen, je kan goed luisteren en je bent op zoek naar iets anders, dus.
Ja, maar ja, of dit het nou is. Nou ja, ik zal het eens bekijken. Ja, het is maar een suggestie, hoor. Maar het is echt zinnig werk. Niet zo oppervlakkig als het reclamewezen. Ja, sorry, hoor, maar ik moet echt even aan het idee wennen. Als Daniel dit hoort, die komt niet meer bij. Hoezo? Hij heeft toch zelf in de hulpverlening gezeten? Ja. Hallo, ik zag dat je bezoek had. Dus ik was zo vrij om een blikje knakworstjes open te trekken. Heb jij mosterd? Hé, hey, ben je hier? Ik dacht dat je boven zou zijn. Ik heb ook bijna de hele dag op bed gelegen, maar opeens had ik geen zin meer. Toen dacht ik, kom, ik ga televisie kijken. Weet je de zinnen verzetten? Laura, ik heb Stan gesproken. En hij vond het heel erg vervelend dat hij zelf niet kon komen. Vanwege Robert? Ja, vanwege Arnie. En hij vond het nog vervelender dat hij niet duidelijk geweest is tegen je. Maar dat is hij wel geweest. Hij had tijd nodig voor zichzelf. Dat heb je in elke verhouding wel eens. Meestal bedoelen mensen meer als ze zeggen dat het beter is elkaar een tijdje niet te zien. Als Stan iets anders had bedoeld, had hij het wel gezegd. Hij is altijd heel eerlijk tegen me geweest. Ik ben bang dat het ook wel een beetje mijn schuld is. Ik heb jou de verkeerde indruk gegeven over de situatie. Roos, je moet jezelf toch helemaal niks te verwijten? Jij probeerde tenminste nog bij te leggen tussen Stan en mij. Er valt niks bij te leggen. Hij is bij Linda. Dat weet je toch? Wat maakt zij ervan? Nee, Laura. Hij durft jou de waarheid niet te vertellen. Hij durft jou niet te vertellen dat het wat hem betreft afgelopen is. Afgelopen? Wat? Dat begrijp ik niet. Zo. Dank je. Heb je al een besluit genomen over de vochtheid? Alsof ik daar ook maar één moment over heb moeten twijfelen. Bovendien laat ik me niet chanteren. Het gaat je een hoop geld kosten. En dat voor een kind wat je nog nooit hebt gezien. Misschien was in je opgekomen dat ik wel slimmer dan mijn vader zou kunnen zijn. Daar heb ik dan nog niet zo heel veel van gemerkt. Meneer Hogendoorn wil u spreken. Hij heeft geen afspraak, zover ik weet. Nee, maar hij staat hier. Zeg maar dat ik nu geen tijd heb. Het duurt maar even. Ik wou je alleen iets mededelen. Meneer Hogendoorn, als u even met me mee wilt lopen... Laat maar, Harnie. Manieren zijn nooit de sterkste kant van mijn vader geweest. Ha. Dat is dan zeker erfelijk. Ach, nou zie ik hoe die vette vingers op jouw aandelen komen. Dus je bent hier gekomen om mij alsnog tafelmanieren te leren. Ontroerend. Spaar je tranen. Je zal ze genoeg nodig hebben als je straks failliet bent. Dan kan ik lang blijven sparen. Dat denk ik niet. Ik heb de bouw van het winkelcentrum definitief stopgezet. Als je dat doet, zou dat betekenen dat je zelf een vermogen kwijt bent. Maar dat is niet zo erg. Als je internationaal opereert zoals ik, dan kan zo'n verlies je nog heel wat opleveren. Maar ja, dat kan jij je natuurlijk niet voorstellen als kleine zelfstandige. En straks zal jij ook niks meer voorstellen. Want dan heb je niets meer. Dag, Dian. Jeff, heb je even? Natuurlijk. Waarvoor? Nou, ik wilde toch nog eens terugkomen op dat idee om Harms in het hotel van Anita te dumpen. Ik vraag me af of dat wel een goede oplossing is. Ah, Anita heeft jou dus ook al lopen bewerken. Ja, die kwam hier gisteren op hoge poten binnen. Zij schijnt steeds maar te vergeten dat wij dat hotel gefinancierd hebben. En daarom moeten we er ook uiterst zorgvuldig mee omspringen. Kijk, Anita heeft het hotel er dus voor uitstekend gerund. Dus ik ben ook helemaal niet bang dat ze ermee zal stoppen als Harms daar komt. Ze moet maar eens een keer leren dat ze niet altijd haar zin krijgt. Ja, maar als Harms de gasten wegjaagt, dat deed hij hier ook, weet je nog? Ja, maar kijk, wij hebben verwende klanten. Ach, zo'n jonge hotel, dat stelt helemaal niet zulke hoge eisen. Ben jij er eigenlijk wel eens geweest sinds we Harms ontslagen hebben? Nee, niet vaak. Hoezo? Had je kunnen zien hoe toegewijd hij zich op zijn nieuwe taak voorbereidde. Ach, wat is dat nou voor onzin? Hij wist toen nog niet eens dat hij daar zou komen. Dat weten we zelf nog maar net. Oh ja? Nou, Anita wordt helemaal gek van zijn bemoeizucht. Wij zijn alweer vergeten hoe lastig het is als iemand je constant stoort. Ja, logisch. Hij had er helemaal niets te zoeken. Weet je, wat zit je nou eigenlijk de hele tijd te prutsen? Dat zal ik je vertellen. Ik ben bang dat we grote problemen krijgen. Oh. Waarmee dan wel? Waar vinden we een goede opvolger voor Anita? Wat is er?
Waar ben je bang voor? Niks gewoon. Susanne, als alles gewoon zou zijn, dan zou jij niet zo zenuwachtig zijn. Ik vind het geen prettig idee dat Peter daar rondloopt. Je weet maar nooit wat hij van plan is. Kom op nou, Suzanne. Peter is helemaal niks van plan. Laat hem nou lekker. Als ik hem dan maar niet tegen hoef te komen. Hé. Hey. Kom eens even bij me. Nee, Artus. Nee. Kom even lekker bij me zitten. Ja? Sorry. Dit wil ik nou juist voorkomen. Jij bent ook moeilijk te bereiken, zeg. Waarom heb je me niet meer even teruggebeld? Ik was een beetje laat thuis gisteravond. Dus ik wilde je na het ontbijt even bellen. Nou, ik ben zelf maar gekomen, want er is nogal haast bij. Ken jij Medes, het cosmetica-merk? Ja, natuurlijk ken ik dat. Nou, ze zoeken een nieuw gezicht voor hun product. En hou je vast, ze hebben jou uitgezocht. Ze waren helemaal weg van je. Nou, wat zeg je ervan? Oh, dat is geweldig. Maar wanneer zou ik moeten beginnen? Nou, ze willen je zo snel mogelijk ontmoeten, als het kan vandaag nog. Zou je meteen met me mee kunnen gaan? Ja, ik begrijp dat ik je ermee overval, maar zo'n kans kan je niet laten schieten. En ik weet dat je er geknipt voor bent. Ik ben niet echt op mijn best. Nou ja, daar weet onze visagiste wel raad mee. Iedereen heeft wel eens een puistje op de verkeerde plaats. Ja, ik heb niet echt een puistje. Ik heb een ongelukje gehad. Mag ik het dan eens even zien? Nou, moet dat nou? Nou, ik moet toch verslag uitbrengen als je zelf niet meegaat? Dat is een flinke jaap, zeg. Ja. De dokter zegt dat het binnen een paar weekjes wel genezen zal zijn. Ja, maar ik weet niet of ze zo lang kunnen wachten. Misschien moeten we Jeannette dan maar nemen. Nou ja, als ze me zo graag willen, kunnen ze die paar weken toch ook nog wel wachten? Nou, ik zal in ieder geval een goed woordje voor je doen, maar... ik kan je niets beloven. Ik bel je nog. Ja, goedemorgen. De kamer van de heer Hogendoorn, alstublieft. Dat is ook goed. Je vraagt de kleur over. Deze. Is dit van voor u? Ah, merci. Sorry. Hogendoorn hier? Ja, met Diane Alberts. Ik denk dat wij weer eens moeten praten. Vanwaar die plotselinge belangstelling? Omdat... uw optreden van vanmorgen heeft me aan het denken gezet. Oh ja. Ja, ik dacht dat het tijd werd dat wij elkaar eens wat beter leren kennen. Dat vind ik een heel plezierig voorstel. Overigens, ik had je telefoontje al veel eerder verwacht.